deze nieuwe video. In deze video gaan wij jullie laten zien hoe je een handstand doet of beter je handstand doet. Ja. Zodat je misschien wat langer in een handstand kan blijven staan. En wij gaan de beste tips geven. Hopen we. Ja. Wij geven tips die we denken dat goed te zijn. Dus het hoeft niet per se, niet voor elke persoon. Nee. Maar wij gaan het gewoon laten zien. Ja, dus. Dat is het. Let's go! Oké, voordat je met een handstand begint is het belangrijk dat je je pols even los draait. Dat doe je gewoon zo pakken en dan ga je gewoon rondjes draaien. En dan hoor je ze vanzelf knakken. Oké, dus je kunt ook zeg maar je handen zo of zo en dan er overheen. Ja. Het is ook belangrijk dat je je schouders een beetje los hebt, dus een beetje warm draaien en zo. En dan kun je ook later nog altijd je handen achter doen, vastpakken. En dan daar overheen gaan, zodat je extra goed recht. Oké, Nora gaat eerst even laten zien hoe we een handstand tegen de muur aan doen. Het is dus belangrijk dat je heel hard opschopt, zodat je er echt overheen komt. En zo kun je even je eigen gewicht voelen. Nora gaat nu een handstand helemaal tegen de muur aan doen. Nu is je kont boven je schouders en dat is dus de bedoeling, dat dat in een rechte lijn staat. Ilse gaat nu in een handstand met haar hoofd naar de muur toe. En ze gaat er langzaam naartoe lopen, want dan kan je zien dat ze in een rechte lijn is. Je moet proberen je buik. En zo tegen de muur aan. En je ziet dat haar voeten dat die omhoog gaan. En dat betekent dat ze zich heel goed aan het uitdrukken is. Nu gaan we laten zien dat je moet uitdrukken in de handstand. En nu gaat ze niet uitdrukken. En nu gaat ze wel uitdrukken. En dan zie je dat haar handen de muur aanraken. Dus dan is haar schouders zijn ook helemaal gerekt. Nu gaat Ilse in de handstand. En dan gaat ze niet uitdrukken. En nu gaat Ilse wel in de handstand. Dan gaat ze wel uitdrukken. Dan wordt hij sterker. Oké, we gaan nu door naar gewoon de handstand op de grond, zonder de muur. En het is dus belangrijk dat je op één lijn gaat staan. Dit is zeg maar op één lijn. Nu hebben we de schouders en de kont op dezelfde lijn. Je moet namelijk niet te hol staan. Dan zitten je schouders over je kont heen. En je moet ook niet juist de andere kant op staan, want dan zit ook niks erboven. En dan blijf je dus ook niks niet staan. Dus ja, door naar de handstand. Oké, Ilse gaat nu in de handstand en dan gaan we een oefening doen zodat ze blijft staan, hoop ik. Ik ga mijn handen hier plaatsen en hier. En als ze terugvalt, dan duw ik haar steeds een stukje terug. En zo zorg je er dus zeg maar voor dat je voelt waar je evenwicht zit. Zodat je weet hoe je recht moet staan. Volgens mij stond ik een beetje krom. Maar, we gaan straks een goede handstand laten zien. Wij kunnen ook niet altijd nog perfecte handstand, maar soms wel langer dan de andere keer. Nu gaan we nog even naar de handen zien op de grond, hoe we die plaatsen. Ja, dus let's go. Oké, Nora gaat nu een handstand doen en dan moeten we even op haar vingers letten, zodat je weet hoe je jezelf terug gaat duwen. Dus let's go. Zoals je ziet gaan haar vingers steeds een beetje duwen. En dat doet ze dus elke keer wanneer ze terugvalt. Wanneer ze er overheen valt, zodat ze een stukje terug gaat. Zodat ze dan weer in evenwicht is. En zo duw je jezelf eigenlijk de hele tijd terug. Lekker bezig. Dan gaat Ilse in de handstand en dan gaat ze proberen recht en uit te drukken. Zoals je ziet is één rechte lijn. En dat is handig, want dat ziet er heel netjes uit. En zo hoort de handstand ook. Oké, als je je handstand doet, je begint meestal als je op aardappel zit, hou je de handen daar. En dan doe je het via onder, zet je ze op de grond, want dan kan je ze nog ietsje verder duwen. En als je zo gaat, dan ga je een beetje als een plank erheen en dan val je heel snel terug. Dat gaat Ilse nu ook even voordoen. Zoals je nu ziet. Is het heel strak en blijft ze ook lang staan. Omdat ze haarzelf terugduwde toen ze haar handen omlaag deed. Ja, en ik stond waarschijnlijk heel hol. Maar we zullen even een foto laten zien dat ik wel mijn kont zeg maar boven mijn schouder zit. En als dat in één rechte lijn zit, dan sta je zeg maar stil. We gaan een paar handstandposities laten zien. En Nora gaat beginnen met de spagaat handstand. Zoals je ziet stond alles recht boven elkaar, dus zo blijven makkelijker staan. Ilse gaat nu een handstand laten zien waar de voeten gespreid zijn. Oké,
Oké, Nora gaat nu nog een keer de normale handstand laten zien. Oké, jongens, we zijn back. De geit is gered. We gaan door met de handstand. Oké, dit is dan het eind van de video. We hopen dat jullie wat gehad hebben aan de tips. En dat we goede tips hebben gegeven. En dat jij thuis nu ook kan oefenen. Ja, inderdaad. Dus ja, dan is dit het eind van de video. En dan zeggen we... Nee. En zeggen we, doe een duimpje omhoog. Abonneer je onder op ons kanaal. Zet iets leuks in de comments als aanstaan. Ja. En dan zeggen we, doei!